goedkope sigaretten uit het buitenland overspoelen de Nederlandse markt. Tabakswinkels zien hun omzet tot 30% dalen. Hoe is dat hier in Almelo, Martijn Rijsselus? Nou ja, inderdaad, dat klopt. Wij als grensgebied hebben inderdaad heel erg veel last van een dalende omzet. Niet zozeer in euro's, maar echt gewoon in sticks. Dus het aantal verkochte pakjes, ja, die is behoorlijk aan het dalen. Door de accijns worden de sigaretten steeds duurder. Dus qua omzet blijft het wel een beetje op hetzelfde niveau. Ja, ook dat is wel lager. Maar het aantal verkochte sigaretten en tabak, dat is gewoon een heel stuk minder. En dat vloeit allemaal naar Duitsland. Ja. Ik heb gelezen dat dat al 1 miljard aan accijnsen scheelt voor de Nederlandse overheid. Ja, dat is berekend door het VSK. 1,1 miljard. Het is gruwelijk veel geld natuurlijk. Wat naar Duitsland heen gaat, althans niet alleen naar Duitsland, ook naar België, maar wat in ieder geval wegvloeit uit onze Nederlandse staatskas. Hm. En als je dan bekijkt dat we 3,2 miljard eigenlijk hebben aan inkomsten aan accijns en btw op tabak, waarvan 1,1 miljoen, dus het had 4,3 miljoen kunnen zijn. Ja, dan praten we over heel veel geld. Ja, nou lijkt het me trouwens toch wel nijpend worden voor de tabakshandelaars. Want ja, in 2030 dan mogen jullie het niet meer verkopen, geloof ik, hè? Ja, dat is inderdaad de bedoeling van de overheid. Er zullen nog wat kamerdebatten gaan volgen, waarbij de precieze datum vastgesteld gaan worden. Maar vooralsnog is het zo dat in 2024 de verkoop zal stoppen in de supermarkten. En in 2030 zal het stoppen bij de tankstations en in winkels zoals wij dat eigenlijk hebben.